Welkom bij een andere aflevering van Saranatori. In deze aflevering praten we met de voorzitter van de ABOP Jongerenraad, de heer Edgar Sampi, die tevens parlementariër is. We zullen het hebben over de bijdrage van de Jongerenraad binnen de partij. Meneer Sampi, welkom in het programma. Dank u wel. Hoe heeft de ABOP Jongerenraad bijgedragen aan de groei van de partij? Een aantal jaren terug, ik geloof in 2016, een Jongerenraad in het leven geroepen. En de boedeling van. Zo'n jongerenraad is om te bijdragen te te bij te aan eigenlijk de groei van de partij zoals je aangeeft, maar dat kan op een aantal, op aantal wijzen, manieren. Een van die uh, modellen, uh, hoe wij bij kunnen dragen aan de verkiezing van de partij, is om uh, congressen te organiseren met jongeren, waarbij jongeren concrete punten uh, op papier zetten. Uh, die eigenlijk geformuleerd uh, worden in het verkiezingsprogramma uh, van de partij, maar niet dat alleen, maar zeker dat we ons ook klaarstomen om na de verkiezingen ook uh, capabele jongeren te hebben, die zeker ook uh, goed genoeg zijn voor posities. Ja, zeker ook bij de kandidatenstelling, dat we jongeren ook jongeren voordragen. Ja, en dat zet zo'n beetje, maar zeker ook gelet op het politieke dat wij eigenlijk het orgaan zijn, uh, welke moet werken aan het aantrekken van jongeren, het behouden van jongeren uh, ten kunste van een goede resultaat bij de, komende, uh, bij de verkiezingen uh, die komen. En dat doen we uh, perfect. Hoe speelt de jeugd volgens u een rol in het bijdragen aan de toekomst van de Surinaamse politiek? Als je kijkt naar de verk alle verkiezingen die gehouden zijn in uh, Suriname. Uh, ...zijn het eigenlijk de jongeren die eigenlijk de sleutel zijn. Uh, de jongeren die bepalen eigenlijk wie de verkiezingen wint. En als, uh, als we kijken naar de komende verkiezingen... ...dan gaan er meer dan 40.000 firstvoters voor het eerst naar uh, uh, de stembus. En dat betekent dat uh, 40.000 plus nieuwe mensen gaan stemmen, gaan bepalen... Uh, ...wie de verkiezingen zal winnen. Ja, en de meeste van de mensen die naar de standbus gaan zijn jongeren. En als wij zeg maar uh, 60% of 70% van de tsunamse jeugd achter de ABOP uh, kunnen krijgen, dan uh, weet je al dat de ABOP de verkiezingen wint. Dus de jongeren, is, uh, de jongeren zijn zeker een belangrijke schakel bij de, bij de verkiezingen die komen. Wat zijn volgens u de uitdagingen voor de ABOP Jongerenraad? Kijk, jongeren willen zekerheid. Als je de jongeren uh, zekerheid kan bieden, als je, als je de jongeren kan overtuigen dat jij de, de persoon bent of de organisatie uh, bent uh, die uh, uh, kan voldoen uh, aan de behoeften van de jongeren, dan zal de jongeren zonder meer achter je staan. En de uitdagingen uh, die op ons... Uh, uh, ...wegkomen, uh, zijn meer gericht op, op de zekerheid die we aan de jongeren moeten geven. Ja, uh, jongeren die willen bijvoorbeeld een stuk perceel hebben. hebben. Ja, jongeren willen uh, uh, financiën om te kunnen bouwen. Jongeren willen dat wanneer ze afgestudeerd zijn, dat ze aan een baan kunnen komen. Dat ze niet lang hoeven te wachten op een baan. Jongeren willen bijvoorbeeld voldoende activiteiten buiten school huren om zich bezig te houden. Ja, jongeren willen niet graag op de hoeken gaan staan. Maar het is de situatie in het land. De, jongeren, de situatie dat jongeren geen mogelijkheid hebben uh, buiten schooluren om zich bezig te houden. Daarom zie je veel jongeren op de hoeken. Daarom zie je ook dat veel jongeren de verkeerde weg opgaan. Dus uh, het zijn die uitdagingen die op ons weg komen... Om uh, te kijken uh, hoe wij kunnen antwoorden, antwoord kunnen geven op die vragen van de jongeren. Ja, wat jongeren vragen. Je moet antwoord geven, dan heb je de jongeren achter je. En dat is onze uitdaging. We werken dag en nacht om antwoord te kunnen geven op die vragen van de jongeren. Dus sportaccommodaties bijvoorbeeld, die gebouwd moeten worden uh, bij de verschillende buurten voor de jongeren. Uh, Chillspots, die moeten komen uh, in de verschillende uh, buurten. Ja? Oké, okay, nu al vangen we jongeren op met uh, vele gronden die het ministerie uitgeeft. Dat is een positief signaal, maar we moeten meer doen. Dan gaan we zien dat... Uh, ...waar de jongeren achter ons gaan. Sportaccommodaties, een van de recente zaken is dat er een... ...een, een, een stadion komt op Albina. Hoe reageer jij daarop? Ja, uh, heel positief. Uh, wanneer we praten over sportontwikkeling uh, in Suriname... ...dan kunnen de districten zeker een goede bijdrage leveren... ...in de algemene ontwikkeling wat sport betreft in Suriname. We kijken naar uh, Miguel van Assen, bijvoorbeeld, een van onze jonge... Top sporters. We kijken naar Janik Pomba die uit Broek op Onder komt, Miguel komt uit Maroëna. Uh, allemaal top sporters. Ja, noem maar op uh, Mienti Abina bijvoorbeeld, die nu uitkomt voor onze nationale selectie. Is een jongen uit, uit uh, ons district. Uh, begrijp je dus, we moeten de, 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 de mogelijkheden brengen naar de jongeren, zodat de jongeren genoeg mogelijkheid he hebben om zich te ontwikkelen. Jongeren die zich willen richten op uh, het zwemmen, een zwemsport. Die moeten een zwembad hebben om te kunnen oefenen. Niet, ze kunnen niet in de rivier oefenen. En komen participeren aan een topsport uh, of, of aan een topzwemwedstrijd in de stad. Atletiek bijvoorbeeld de atletiekbaan hebben in de districten. Uh, we moeten stadions hebben zoals je noemt. Uh, Albina. Uh, komt er een nieuwe stadion ja, met uh, een beetje internationale standaarden. Gefinancierd door de FIFA. Die stadions moeten we hebben, ja, zodat de, uh, we jonge talenten kunnen opvangen, jonge talenten kunnen begeleiden, verder ontwikkelen zodat ze zich kunnen uh, meten aan de, 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 de talenten in Paramarbo en in het buitenland. Dan gaan we zien dat we niet één of twee, maar het hele sport gebeuren binnen één oogopslag. Gaan opkrikken naar een goede niveau. Hoe zie jij de toekomst van de Surinaamse politiek? Kijk, we zitten in een transformatiefase. Waarbij alle partijen... Uh, zeg nu uh, eigenlijk zich erop richtte uh, om um, eigenlijk plaats te maken voor jonge uh, politici, maar zeker ook de partijen die bij de partijen die, uh, waar uh, zij geen plek willen geven of geen plek willen uh, overdragen aan de jongeren, zie je dat de jongeren die plekken opeisen, begrijpen en dat is. Uh, de, dat, dat zal de situatie zijn in de nabije toekomst in de Surinamse politiek. Dat meer jonge mensen in de voorgrond gaan schuiven om uh, bestuurlijke posities op te eisen, om uh, de leiding van de partijen op te eisen. Begrijp je? De, jonge, de, oude, de ietsje oude mensen die al zeker 40, 50 jaar in de politiek zitten, die moeten een beetje stap terug doen. Uh, uh, een beetje stap terug doen en uh, de ruimte geven aan de jonge mensen en gewoon adviezen geven aan de jonge mensen op basis van hun ervaringen, jarenlange ervaringen, hoe zij uh, de zaak verder kunnen gaan ontwikkelen. En uh, oh, wij, als uh, de politieke partij, moeten eigenlijk afstappen van uh, uh, het geval dat kort voor de verkiezingen de zaken die bijvoorbeeld uh, niet mogelijk waren tien jaar terug, vijf jaar terug, dat, je, uh, zes, dat ze plotseling drie maanden voor de verkiezing, vier maanden voor de verkiezing, wel mogelijk zijn. Begrijp je? Suriname heeft, uh, zodra je de Surinamse samenleving de zekerheid kan bieden, ja, de opvang kan bieden voor de problemen, dan dat zal je zien dat Suriname, uh, geheel Suriname, achter zal staan als politieke partij. Ja, de mensen willen dat je voor de gemeenschap werkt en antwoord kunnen ge uh, kan geven aan de vragen die waar mensen zitten. Een huisvestingprobleem bijvoorbeeld. Uh, noem maar op uh, elektriciteitsprobleem, waterprobleem, uh, onderhoud van de wegen, vuilophaal. Uh, noem maar op onderhoud van, van de straten, de bermen, uh, de koersontwikkeling bijvoorbeeld. Uh, noem maar op uh, armoedebestrijding. Als je antwoord kan geven op deze vragen, op deze issues, dan zal je niet te twijfelen bij de verkiezing. Dan ben jij de persoon, eigenlijk, de partij, die grandioos de verkiezing gaat winnen. Maar als je door de jaren heen geen antwoord kan geven hierop, dan zal je wel twijfelen bij de komende verkiezingen. Een ja, grondrechte uh, grond, uh, vraagstuk bijvoorbeeld, of uh, het grondproblematiek, ja, waarbij uh, we genoeg per se hebben genoeg gronden hebben in Suriname, ja, 98 tot uh, 97 procent van het land is bos, ja, maar er zijn nog Surinamers die uh, nog niet over een stukje persoonlijk beschikken, een stukje bouwrijpe uh, persoonlijk basket. Ja, die, die, die zaken zijn geen zaken waarbij je... Het uh, zijn geen politieke issues. Of uh, issues wat, wat, wat je moet gebruiken als politieke issue. Het zijn zaken die onmogelijk zijn. Onderwijsontwikkeling uh, bijvoorbeeld. Er zijn zaken die eigenlijk onmogelijk zijn. Ja, het zijn geen politieke issues. Het zijn zaken die je moet doen voor de samenleving. Je moet investeren in onderwijs, je moet investeren in uh, een stuk grond, een stuk perceel voor voor iedereen zin. Je moet investeren in uh, ondernemerschap, ja, sportontwikkeling. zijn zaken die een must zijn. We zien dat politieke partijen die zaken gebruiken als politieke issues. Om bij de komende verkiezingen of bij, de, bij uh, propaganda op po politieke podia te beloven: van ja, wanneer we aan de macht komen, dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen. Dan gaan we. Begrijp je? We moeten afstappen van. Uh, uh, deze zaken. Ja, en, en, en zo zie ik de toekomst van onze politiek. Als we afstappen van de jongeren die komen, de jongeren die nu de posities opeisen, die gaan we om een keer brengen in de Tsunamse politiek. En het zal ieder ten goede komen. Ja, de, 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 we gaan straks olieontwikkeling uh, hebben, waarbij we gaan starten met olieproductie. En we moeten, we moeten uh, eerlijke mensen aan de macht hebben die eerlijk uh, de inkomsten. Uit onze oliesector gaat verdelen over alle hoeken van Suriname. En ik geloof dat de jonge mensen wel in staat gaan zijn om dat te doen. En tot slot heeft u nog een boodschap voor de jongeren uh, van Suriname? Uh, mijn boodschap aan de jongeren: uh, blijf je best doen uh, uh, op school. We zien dat onderwijs een belangrijke sleutel is tot succes. En jij als jonge persoon uh, moet je altijd 100% richten. Op onderwijs dat je ook goede basis gaan leggen voor jouzelf, maar zeker ook voor jouw kinderen achter mijn kinderen. Begrijp je? We zien dat uh, de laatste tijd veel jongeren uh, op de, uh, verkeerde weg, de verkeerde weg opkiezen. Uh, de jongeren zijn niet meer te controleren. Uh, sociale controle is zoek. Dus uh, wij jongeren laten we de verantwoordelijkheid nemen dat wij eigenlijk de toekomst zijn, uh, de toekomst zijn van dit land. Wij zullen. Dit land straks moeten overnemen. Laten we onszelf in de positie zetten. Dat wanneer het zover is dat wij moeten overnemen. Dat wij ready zijn om over te nemen. Ja, en het land kunnen tillen naar een uh, betere hoogte. Laten we, we de pad, het pad van criminaliteit verlaten. Laten we het, het pad van uh, de gangs uh, verlaten. Maar laten we kiezen voor het pad van uh, goede scholing. Uh, goede basis voor jezelf. En een uh, goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling van, van ons land, dan denk ik dat, we, dat Suriname wel in goede handen ligt. Zo heeft u het gehoord van de voorzitter van de ABOP Jongerenraad, de heer Edgar Sampi, met wie we in deze aflevering gesproken hebben. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Salatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wilt belichten, stuur dan voor eens een app naar het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Stranatori, snel, scherp, altijd bij de tijd.